Sneeuwgretel. Sublevel 5. Wat leuk. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Player 20. In de vorige aflevering zijn we de Sneeuwgretel binnengegaan in de... Kill hem! King Woods! En zijn we dus de Sneeuwgretel ingegaan en in deze aflevering gaan we verder met de Sneeuwgretel, waar blijkbaar Spotty Bulborbs uit de lucht komen vallen. We hebben hier een nieuwe vijand die dus zeg maar ons meetsysteem behoorlijk over de vlos kan helpen. En... Ik vind dit wel zo'n gemene beest, hè. Die komen hier gewoon zomaar uit de lucht vallen. Nou zit er hier eentje. En dat is onze paarse vriend. Zo'n grote vriend. Oké, nou. Daar hebben we de spin die dus zeg maar dat meetsysteem totaal... Waar is hij? Oh, daar is hij. En die kan dus ook, zeg maar, Pikmin enorm over de vlos heen brengen. Dus je wil je paarse erop gooien. Oké. Okay. Oh, Hij heeft een paarse te pakken gekregen, hoor. Wat? Twee paarse? Nee, toch? Jawel, hij heeft twee paarse te pakken gekregen. Ik vind dat zo... Dit is zo cheap, weet je wel. Gewoon, dan ben je met de strategie bezig. En volgens mij komt hier... weet je wat, ik pak alleen even mijn paarse erbij. Oh nee, dat is van hem. Ik ga alleen even mijn paarse erbij pakken voor die stomme vallende rotbeesten. Het is zo cheap. Dit is echt zo cheap. Oké, hier zit ook nog een secret... Want ik weet dat er hier dus namelijk ergens dadelijk een gigantische ruit uit de lucht valt ergens. Hier valt er een, hè? Nee, valt nog mee. Ik maak me echt zo'n zorgen nou. Ik durf nergens meer fatsoenlijk naartoe te lopen. Hoi. En het ergste is, die kunnen heel erg snel je Pikmin te pakken pakken, hoor. Zoals we dus net twee paarse Pikmin kwijt zijn geraakt. Dus dit is zo gemeen. Dit is een van de ergste dingen die ze in Pikmin eigenlijk doen. Gewoon vijanden die gewoon in één keer... Hi, kom even uit de lucht vallen. Dus dan kan onze, kunnen we ook weer op bommen dus rekenen. Oké, nou, we zitten... Oh, wacht. We hebben allebei de kapiteinen bij ons. Dat is niet echt handig. Oké, dan doen we het eventjes anders. Ik zie trouwens dat we weer één liefde bij hebben zitten. Omdat we dus net in paniek hebben. Nou kan het ook zijn dat ik er eentje per ongeluk de afgrond in heb gegooid. Nee, je hoeft dat ding... Juist. Slurpen! Oké, nou. Laten we die treasure maar pakken. En op het moment, we gaan gewoon heel voorzichtig. We kunnen niet op de automatische piloot. Daar is het spel te gemeen voor. Oké. Ik durf het echt niet, hè. Oh boy. Knikken moet mee. Ja, neem alles maar mee van mij apart. Alles valt hier gewoon uit de lucht. Dat is zo gemeen. Het komt zomaar uit de lucht vallen. Oké, nou we hebben een fluitje. Die is 75 pokers waard. We zitten al op 70%, jongens. Zo. Bijna 80 al. Emperor Whistle. Leuk. En weer een knikker. Die is 120. Netjes. Crystallized Clairoyers and Search. Oh, sorry, fellas. Even kijken, waar zit nou die uitgang hier? Ik wil echt geen Pikmin meenemen. Ik ben te bang dat er hier dadelijk in één keer weer van die dwarf beesten naar beneden toe komen. Van die stomme stink orange. Oh, ik haat die beesten heel erg. En het ergste is, die grote die kunnen ook gewoon in één keer pof. Alle vijanden kunnen zo pof in één keer uit de lucht vallen. Ik bedoel, we hebben al gezien dat het zo'n stenengooier in één keer poef uit de lucht komt vallen. Dus... En ze worden nog erger ook. Oké, nou, sublevel 6. Oh boy, hier zit ook weer... Oh, hier zit ook nog zo'n spin. Leuk. Als ik me niet vergis... En jammer genoeg doe ik dat best wel vaak... Zitten hier namelijk ook weer Sneeuwgretels verborgen.
even de witte even gebruiken om even dat daar eventjes af te halen. Zoals je ook ziet, we hebben hier nu plasjes met water. Zoals er al gewaarschuwd werd van, er zijn ook waterhazards. Deze waterhazards daarentegen zijn eigenlijk een lachertje. Je kunt je Pikmin er gewoon makkelijk overheen gooien of je kunt er gewoon doorheen lopen en snel je Pikmin eruit fluiten of er is een weg omheen. Dus daarom zijn ze eigenlijk best wel een lachertje. We kunnen een paar Pikmin erbij gooien. Dat we 2 Pikmin kwijt zijn geraakt. Nou ja, laten we eerst eventjes die vloer hier eventjes completen. Want ik heb hier namelijk een bad feeling over. Oké, nou, we gaan eventjes hierheen. Dus dan kunnen we weer terugkomen op 100 Pikmin. Maar ik wil eerst eventjes kijken, mochten we nou wat Pikmin nog kwijtraken? Volgens mij zit daar een Snaggret. Oké, nou. Ik bedoel, dat is een open veld daarvoor. Dus ik neem heel eventjes 10 paars. Hallo? Nee, niet deze crap weer. Zo. Hoe? Dus uit dit kleine beestje komt dat gigantisch... Juist. Oké. Doe maar even die muur even naar beneden. Is die echt veilig? In... mijn trucjes? Spel? Oké, dat is gewoon een blauwe... Oké, we gaan die spinnen eventjes uitschakelen. Blijf uit zijn straal. Oh, hij is al weggesprongen. Waar is hij? Oh, hij springt gewoon recht boven op ons hoofd. Oké, nou hoop ik niet dat er eentje in het water is gevallen. Oh, kijk eens aan zeg. Hallo Snaggret. Oké, nou helaas hadden we dus niet het geluk dat we jou dus pakken konden krijgen op het moment dat je vast zat in de dirt. Maar dat doe je vast en zeker nog wel een keer voor ons. Nee, dat is niet de aanval die we zochten. Nee, niet meer. Jij krijgt geen Pikmin te eten. We hebben gezien hoe snel dat we jou wel niet kunnen killen. Dus nee, je zit weer niet vast. Ah, dit is zo vervelend. Om eens even vast te zitten, jongen. Juist, dat moeten we hebben. In één keer. Goed zo, in één keer. Oké, en daar hebben we dus ook weer een blauwe. Ze willen je echt hier graag met de blauwe bezig hebben. Want echt, hoeveel blauwe bloemen vinden we hier wel niet? Weet je zeker dat je wel genoeg blauwe bij je hebt? Toets 1. Vergeet niet, de random generation van deze dungeons die kan ook heel erg in je nadeel werken. Het is mij al een paar keer voorgekomen dat het dus ook echt in mijn nadeel werkte. Zoals je dus zeg maar hier overal ziet, zijn er verschillende waterpools waar je dus alleen maar je blauwe mee zou kunnen nemen. Nou is het dus ook nog eens een keer het nadeel dat je ook op sommige punten je witte nodig hebt. Aangezien dat er namelijk heel erg veel poison barrels overal zitten. Deze poison barrels die kunnen namelijk nogal vervelend zijn. De enige manier om er vanaf te komen is door witte pigmenten te gebruiken. Nou... Het grootste nadeel daarvan is, en we zien hier een heel goed voorbeeld hier achter ons. Oh, hoi! Waar is mijn paarse team? Hoi! Waar ben je? Hoi! Hoi! Hij gaat ook nog eens half in het water zitten, hè, de stiekemert. Dit is echt een hele lompe plek voor jou, wist je dat? Oh, nou zit je vast in de grond. Ik ga het gewoon doen. YOLO IT! Oké, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Zit safe. Maar goed. Dit is dus een lomp plekje waar ik het dus over had. Louis, we hebben jou heel eventjes weer nodig. Dit is een lomp plekje waar ik het over had. Je hebt hier dus zeg maar het water waar je overheen moet. En dan moet je dus zeg maar een paar Pikmin naartoe gaan gooien. En daar zit daar ook nog eens een keer een treasure. En trouwens, hier zit ook nog een treasure. Maar daar hebben we niet echt een hazard voor. Maar dit zijn dus van die gemene dingen die dus voor kunnen komen. Terwijl dat je Pikmin aan het spelen bent. Nou, de enige manier om hier dus zeg maar veilig doorheen te komen... is als je dus je witte Pikmin meeneemt... hier over het water heen gooit. Wees er heel voorzichtig mee trouwens. Deze die mogen van mij heel eventjes dit ding even meenemen. Kunnen ze heel goed automatisch.
Ik zei, dat kunnen jullie heel goed automatisch. Gaan jullie maar dan even dat beest meenemen. Maakt mij het uit. Ik vind het nog steeds komisch hoe dat ze zo'n klein... Of zo'n gigantisch ding in zo'n klein beest kunnen frotten. Maar goed. Mysterious Remains. Nou, zo mysterieus is het niet, maar goed. Kijk, want je ziet dus zeg maar dat automatisch... Willen ze die treasure die erachter staat, die willen ze automatisch alweer gaan carryen. En het probleem is, dat kunnen ze niet, want ze kunnen niet tegen water. Echt. Deze dungeons die kunnen soms zo gemeen neer worden gezet. Wat we wel zouden kunnen doen is eventjes... sowieso wil ik even onze blauwe even pakken. Volgens mij hebben we nou alle vijanden hier wel goed uitgeschakeld. Ik wou wel zeggen, mis ik er nou een paar, maar volgens mij heb ik hier nou alles. Volgens mij heb je voor die ene die hier zit, heb je er daar 15 voor nodig? 20. Ik heb er al mijn blauwe voor nodig. Of is er een omweg? Nee, er is geen omweg. Oké, ik heb er al mijn blauwe voor nodig. Oké. Dit gaat niet zo soepel als gepland. Volgens mij was ik nog geen blauwe Pikmin kwijtgeraakt. Dus op zich zit daar een probleem hier in. Even kijken. Nee, hier zijn die andere drie. Oké, nou dan moeten we dus heel even wachten voordat hun de treasure hebben. Wacht, ik heb een beter idee. Pak jij zelf even die klover. Goed zo. Nou, maar we mogen jullie dat ding even meenemen. En dan pak ik heel eventjes een witje. Hoi. En die kan nou zo de klover meenemen. Mooi. En ondertussen dat we dus wachten op onze Pikmin, kunnen we nou heel erg rustig de rode pakken en daar weer eventjes wat witte van maken. En aangezien dat we hier nou alle vijanden hebben verslagen, kan ik eventjes eens laten zien wat deze bloem hier doet. Nou, ik wil sowieso een rode... Oké. Was vergeten hoe snel dat witte Pikmin wel niet zijn. 20 voor een klover. Niet verkeerd. Science Project. Nou, eerder een Luckwaver, maar goed. We willen dus wachten tot hij rood wordt. En als je er dan één Pikmin ingooit, dan zouden er dus meer Pikmin uit kunnen komen. Volgens mij tot een max van 10. Of als je dus zeg maar op dat moment al meer als... gewoon tot 10. En anders gewoon het hoeveelheid van hoeveel Pikmin dat je bij je hebt. Dus dat is de enige manier om aan extra Pikmin te komen. En we hebben hier een Dennen sluipreclame deksel voor de Fruit Bottom. Wil je een toetje? Sluipreclame. Oh, er zit hier nog een secret. Hebben we hier al 3 treasures opgehaald? Oké. Die vinden we dadelijk wel. Eerst eventjes hier even wat witte Pikmin maken. En ik denk dat ik dan toch maar voor de zekerheid ga exploren met mijn paarse team. Tenminste, wat er nog te exploren valt. Ik dacht dat er in maar 2 van die burrowing snaggers zaten. Maar blijkbaar zitten dus nog ergens... Oh, we hebben dat ding nog nooit opgepikt. Nee, die doe ik liever even door witten. Dan gaat het een stuk sneller. Yeah. Snaggrets. Nobody likes them. Zelfs ik niet. Oké, nou, we hebben weer een paar witte Pikmin erbij. Even het hele team eventjes op. Oké, nou, daar hebben we die andere snaggret nog. Heel veel blauwe bloemetjes. Ja, die weten we dat we er nou overal daar wel zitten. Maar die hebben ze niet nodig. Ja, ga maar ruzieën wie wat meeneemt. Dat maakt mij niet uit. Nou ja, in ieder geval wel weer iets positiefs. Dat we dus weer 100 Pikmin bij ons hebben. Dat is alleen maar gunstig. En nou dat we dus die snaggrets hebben uitgeschakeld. Ja, we zouden alleen maar met blauwe naar het einde toe kunnen. Maar we zitten gunstig. Want we hebben nou volgens mij alle secrets. Dus we kunnen hier gewoon even rustig wachten. Daar is hij al. Ik heb geen idee wat dit is. Geen idee. Tribble Sugar Street. Een soort van snoepje dus. Oké, weet ik veel. Ja, we hebben alles. Nou, dat is alleen maar gunstig. Goed. Wij willen zeker dieper met onze Pikmin. Dan hoeven we daar ons absoluut geen zorgen meer over te maken. En dan hoop ik dat dit de laatste vloer een beetje is. Sublevel 7, Snaggrit Hall. Op zich... Ja, dit is de laatste vloer. Dat weet ik 100% zeker. Deze kan nogal pittig zijn. Dus voor de mensen die meespelen, kijk uit met deze baas. Want deze baas, die, zoals ik al zei, kan nogal pittig zijn. Nee, Blauwtje, jij gaat daar niet... Je wil al je Pikmin wil je rustig hier ergens ver weg hebben van de actie. Je wil maar één klein teampje weer bij je hebben. Ja, we hebben er...
je wat? Maak even dat open. Maakt jou het uit. Nou hoop ik dat ik ergens een paarse potion nog te pakken kan krijgen in geval van nood. Oké, nou één kapitein blijft eventjes bij het team daar. Mocht er iets gevaarlijks gebeuren. Je wil eerst, ten allereerste wil je al deze hekjes even openmaken. Om dus te gaan kijken wat er in die eieren kan zitten. Want er kan namelijk iets goed zitten. Hier zit namelijk een baas, zoals jullie al weten. Van al deze leuke werelden die altijd een leuke baas hebben. Oké, nou eventjes snel eventjes jou. Het gaat veranderen jou op de moeilijke weg. Oké, dat is gewoon nectar. Dat is handig, mochten we dadelijk wat leaves krijgen of zo. Oh boy. Deze baas op zich is, ja, je moet weten hoe dat je moet verslaan. Dus je moet wel een beetje rekening houden met hoe en wat dat je te werk gaat. Want we hebben nou al diverse burrowing snaggers gehad. Die rare kippenslangbeesten. Maar in Pikmin 2 hebben we de granddaddy van deze beesten. En hé, hey, kijk, de nieuwe vijand die we nog niet hadden gezien. Dit zijn die vijanden wat ik één keer in de comments had gelezen. Die kunnen enorm veel nectar droppen, maar die zorgen ervoor dat alle Pikmin, behalve de paarse, behoorlijk wild gaan worden. Die worden er nogal spastisch van. Oh, hij is wakker! Hij is wakker! Hij zat hier. Oké. Dit is de Stuiter Snagret. Weet ik veel hoe dat hij heet. De Supreme Snagret. Wat deze doet is, hij zal dus de hele tijd rond gaan springen. En als hij naar boven komt, dan in plaats van dat hij vast blijft zitten op één punt, probeert hij dus zeg maar achter jouw Pikmin aan te komen. Nou, je wil dezelfde strategie bij deze hebben zoals dat we die eerder hebben gedaan. Als hij vast komt te zitten met zijn snavel, wil je je Pikmin erop gooien. Dat is de manier waarop dat je hem wil verslaan. Op het moment dat hij bovengronds is, wil je gewoon afstand van hem houden, zorgen dat je zo ver mogelijk bij hem uit de buurt blijft en wachten tot hij weer ondergronds duikt. Zoals nu. Oké, nou je zou er een red potion voor kunnen gebruiken. Het enige nadeel is, het is heel erg moeilijk in te schatten wanneer dat je dus, zeg maar, hem te pakken kan krijgen met de red potion. En bij hem heb je korter de tijd als hij vast komt te zitten in de grond. Dus als hij dat nou één keertje zou willen doen. Kijk! Nou, op zich is het niet zo verkeerd hoor. Ik bedoel, we hebben er een kwart health hebben van hem te pakken gekregen. En oh boy. Dus we moeten even wachten tot hij dit vier keer doet. En ja, dit deflowered Pikmin. Dat is een van de grootste nadelen van deze snijkvogel. En paarse Pikmin zijn nou niet bepaald de snelste Pikmin zoals we weten. Kom op, ga ondergrond. Nou, die Pikmin die zijn een beetje aan de trage kant. Dus vandaar dat hij moeite heeft met... Ondergrond? Gaat hij ondergrond? Ja, hij is ondergrond. Oké. Goed. Kom vast te zitten. Nee hoor. Deze baas kan zo lang duren. Het is totaal random. De ene keer dan... Oh boy, dit is dom. Oké, hij heeft niks te pakken. Hij heeft ook een langere snavel. Ik ben echt bang dat hij die paarse te pakken gaat krijgen. Maar nogmaals, paarse zijn de beste die je hiervoor kan gebruiken. Oh, hij zit weer vast. Hij zit weer vast. Oké. Jammer dat hij dan wel gelijk onder water duikt. Nee. Foei. Volgens mij als hij één keer gehapt heeft, zou je ook kunnen pakken. Maar ik durf dat risico nou niet te nemen. Oké, we hebben er nou drie die traag zijn. Hoi. Oh boy. Dit kan nog even duren. Gaat dat beest? Dit is wel een beetje boswaardig, dacht ik zo. Oh boy. Nee, hij gaat gewoon met mij mee. Ja, stom beest. Afrikaanse loftwing. Oh, laat mijn Pikmin nou eens even met rust, joh. Oh, rondcirkelen. Gaat hij weer ondergronds? Ondergronds. Braaf. Nou, kom vast te zitten. Hey. Hebben je toch een beetje schade kunnen doen? Na. Jij bent dom. Ik ga gewoon Pikmin op je gooien. Duurt anders lang. Hier. Oh, we hebben hem bijna. Dat was eigenlijk best wel effectief wat we daar deden. Oh, hij zit vast. Screw die andere Pikmin die we eventjes nog niet hebben gefloten. Kom op. Oh, dat deed niet echt wat we wouden.
Team! Ik wil geen kwijtraken. Niet door hem. Ik haat hem. Hij stinkt. Hij heeft soep in zijn veren. Moet je kijken of dat hij al gediepblauwd heeft. Als we nou nog één goede hulp op hem hebben, dan hebben we hem gewoon. Kom op. You spin me longest boss battle ever. Oké. Kom vast te zitten. Hij komt vast te zitten. Kom op. Bekok! Stom beest. Oh, goed. Nou, ik loop er expres van weg om die cutscene te vermijden. Nee hoor, we hebben hem gezien, dus krijgen we die cutscene alsnog. You've done it! That bird beast will not trouble you no more! Processing! How curious! What's the impressive mechanic masterpiece? Neus. Ik heb geen idee wat het is, maar we laten hem nog heel eventjes staan, omdat we kunnen... Trouwens, we hebben een heel team nou, van Pikmin die we nou dus veilig overal naartoe. Die bloem die we daar hebben gevonden, die hebben we niet nodig. Aangezien dat, we geen Pikmin kwijt zijn geraakt. We willen wel eventjes onze paars weer heel eventjes extra flower power geven. Oké, zijn er allemaal weer flowers? Ja, ik zie er nog een paar liefst tussen zitten. Goed zo. Oké, die zijn nou allemaal flowers geworden. Dus nu kunnen we het hele team bij elkaar pakken. En kunnen we nog even kijken of we misschien nog even een cheap potion te pakken kunnen krijgen. Sowieso heel eventjes hier even dit even meenemen. Zop. De weg naar buiten toe is natuurlijk altijd heel erg handig. Een treasure hebben we in ieder geval al. Yay, 100 poko's. The Justice Alloy. Leuk. Leuke naam. Zelf verzonnen. That's not computer. A metal that entered the device, the fundamental laws of physics. And yet, I've used to rework a president's treasure spacesuit. Processing complete. Fabricate into metal suit C. Moest dat nou echt in de Dragon Ball Z reference worden? Maakt niet uit. Is now concluded. Ja, de metal suit Z. Wat leuk. This suit is extremely durable. Getting gnawed or stepped on will now reduce minimal pain. Oftewel, alle schade die we nou nemen wordt nou volgens mij gehalveerd. Dit is nog zo'n bloem waardoor dat we de Pikmin... Ja, dan denk ik niet echt dat er nog echt een secret ei ergens nog lag. Dat is nog zo'n bloem. Volgens mij hebben we alles nou... Oh nee, hier zit er nog één. Zit daarachter. Ja, de kans op een potion is real. Dus we gaan gewoon kijken of we daar nog een potion van kunnen krijgen. Als dat zo is, dan ben ik gewoon een heel blij konijntje. Dus de... Oh, wacht. We hebben hier ook nog kans op potion. Floep. Nee, dat is gewoon nectar. Even een beetje de reinforcements. Nou, kom op. Purple potions. Purple potions. Purple potions. Wij willen purple potions. Oké, die is klaar. Purple potion. Dit spel haat mij. Nogmaals, het is totaal random wat er dus zeg maar in die eieren kan zitten. Dus ja, dat is best wel jammer eigenlijk op sommige punten. Maar goed, als we dus nou deze cave gaan verlaten, dan zullen we dus ook gelijk zien. Zo, hé. Hey. We hebben de 70% mark gewoon gemist omdat we gelijk overskippen naar de 80%. Oké, maakt niet uit. Cave complete. We hebben alle treasures. Wij slaan dit zeker even op. We zijn twee Pikmin kwijtgeraakt, jammer genoeg. Door vallende rotbeesten. Nog steeds vind ik dat heel erg cheap. Cheap, cheap. Waardoor dat we dus zeg maar weer terugkomen in de Awakening Woods. Nou is er dus praktisch niks meer te doen in de Awakening Woods. We hebben nou 80% van de depth gerecoverd. Dat is al natuurlijk heel erg gunstig. Maar het enige wat ik nou eigenlijk wil doen is... Ja, we zouden nou wel gewoon kunnen zeggen van... nope, we kappen met de dag. Maar, hoi. Zoals we hier dus ook al zien... Is dat er dus nou geen beesten meer... Of geen treasures hier meer ook te vinden zijn. Maar wat ik dus nu ga doen is... We hebben hier nou nog de hele dag. En ik heb jullie al verteld dat blauw heel weinig Pikmin op het moment had. En dat we daar maar echt weinig Pikmin naartoe hebben kunnen brengen. Dus wat ik ga doen is, ik ga hier gewoon een beetje nou de nummers omhoog gooien tot het einde van de dag. Dus ik zie jullie even in een seconde, want ja, dit gaat een hele dag duren. Dus ik ben zo bij jullie terug.
Oké, de dag is nou bijna voorbij, dus er is niet echt veel meer te doen voor ons. Ik heb heel eventjes ervoor gezorgd dat Pikmin, de gele Pikmin, allemaal nou een bloemetje hebben. Tot de blauwe Pikmin, die hebben we een beetje kunnen increasen. Daar hebben we er nou 72 van. En zoals je kan zien heb ik ervoor gezorgd dat we weer twee purple potions hebben. Die heb ik namelijk hier heel eventjes gefarmd daarboven. Want er is, was maar heel weinig te vinden. Geen pellet potions, bijna helemaal niks. Dus ja, we kunnen wel naar die countdown gaan kijken, maar daar heb ik weinig zin in. We gaan gewoon naar de sunset. Dus hoppakee. End the day! Ja, er zijn geen Pikmin meer, want we hebben ze allemaal al in de Union gedaan. Soms heb je van die dagen dat je dus absoluut niks kan doen. En ja, dan kun je maar beter iets farmen of zo, dat je iets te doen hebt. Maar ja, we hebben wel een hele cave kunnen exploren en die heeft ons 1200 poko's opgeleverd. Dus op zich is het wel een hele decent dag geweest. Hoppakee, 80% hebben we compleet. En hoeveel Pikmin waren we nou ook alweer kwijt? Nou, 100 zijn we... Ja, we hebben er heel veel getransformeerd, hè. Dus, want de totale Pikmin, je kunt zien, 53 naar 72. 100 is dan omlaag gegaan omdat we gele en paarse erbij hebben. Maar bij kills zien we dat we de twee zijn kwijtgeraakt in een battle door vallende, vervelende beestjes. Maar goed, maaltijd. Hollymore, you'll soon be promoted to manager. Only a small bit of debt remains. You've done great. As have I. No one touches debt collectors like I do. I'm a pro. Juist. Weer van die puppy oogjes. Hartstikke leuk. Maar goed, we hebben dus inderdaad nou heel de Awakening Woods. Die is nou helemaal compleet. Dus daar hoeven we nou niet meer terug naartoe. Dus... jammer, want ik vond het eigenlijk best wel leuk. Maar dan zie je dus dat bij de Valley of Repose dat daar weer een heleboel nog te vinden is. En bij de Perplexing Pool ook nog. En er is nog een vierde gebied. En dit vierde gebied, dat zit er ook wel dichterbij aan te komen. Maar goed, ik wil het nu heel eventjes laten hierbij. De volgende keer gaan we terug naar de Valley of Repose. Die hebben we al een hele lange tijd niet meer gezien. En nou dat we alle Pikmin hebben, zullen we eens kijken wat we daar kunnen vinden. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje, vragen over deze video? Laat het weten in de reacties, als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter voor onze eerste gecomplete level, als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Wens jullie een fijn weekend toe. Ik zal kijken of we gaan livestreamen. Moet ik al even gaan kijken hoe ik met opnames zit. Ik kan helaas niks beloven. Maar alsnog, bedankt voor deze leuke week. En ik hoop jullie allemaal maandag te zien bij een volgende video. Tot dan jongens. Doei!